Ja, liefjes, live vanuit de Netherlands. Vanuit Bennekom, vanaan de ontbijttafel van Rob de Nijs. Ja, de ontbijttafel is fantastisch. Het is ook ontzettend goede ontvangst hier al door de manager en zijn vrouw. Hij ligt zelf nog een beetje te slapen, dus we gaan nog een klein beetje stil praten. Hij heeft groot gelijk, ja, het inderdaad. Nieuws van 6 krijg je. Sven en Anke live aan de ontbijttafel bij Rob de Nijs. Jullie zeggen dat jullie stil moeten zijn omdat Rob nog slaapt. En ik heb nu ook heel de tijd de neiging om stil te zijn om hem niet wakker te maken, terwijl hij me totaal niet kan horen vanuit de Westhoek hier. Dat snap ik wel. Dat zou ik ook wel hebben misschien. Ja. Oh, jongens toch. Sven en Anke. Live aan de ontbijttafel bij Rob de Nijs. En dan denk je, hoe letterlijk is dat aan de ontbijttafel? Het is ongelooflijk letterlijk. We zitten bij de manager aan de ontbijttafel en bij de vrouw. Moet je eens even niet... Morgen, dag Jet. Goedemorgen. Ja, zeg Jet. Hoe laat sta jij doorgaans op? 7 uur. 7 uur, dat is jouw uur. Valt nog mee. Valt nog mee. Zeg, mogen we je ongelooflijk bedanken dat we hier binnen mogen komen, want het is wel een beetje gedoe natuurlijk. Maar we hadden met jou, met de manager, zitten praten. Hoe kunnen we het best een radio-uitzending maken met Rob? Want hij was natuurlijk ontzettend welkom bij ons aan de ontbijttafel in Vilvoort. Dat is allemaal een beetje moeilijker. En jullie waren dan zo vriendelijk en zo gastvrij om ons hier te laten radio maken. Letterlijk bij jou in de keuken. Die Nederlanders zijn best wel gezellig. Wow. Sommigen wel, ja. Dat is wel, I love Nederlanders. Ja. Echt waar, ik weet het. Want dit gebeurt niet zo vaak waarschijnlijk, hè? Dit is nog nooit gebeurd, Frank. Nee, dit is nog nooit gebeurd. Dit hebben we nog nooit gehad. Dit is ook de laatste keer. De manager roept op de achtergrond, dan hoor je misschien niet. Het is de laatste keer. We hebben al goede indruk gemaakt. Het blijven Hollanders. Want het moet wel doorgaan, dat concert. Het moet zeker doorgaan. Dat heb ik je al een paar keer horen zeggen. Daar is heel veel stress rond eigenlijk bij jullie. Nou ja, het is Rob's afscheidsconcert, dus dat zegt eigenlijk al wel wat. Ja. Dus we willen wel heel graag hebben dat dat gewoon door kan gaan. Oh, we hopen het ook zo ontzettend hard. Alsjeblieft, jongens. Klopt hoor, deze ochtend draait alles rond hem, rond Rob de Nijs. Speciale uitzending vanuit het Nederlandse Bennekom, waar hij woont, aan de ontbijttafel deze ochtend. En zondag hopelijk een concert in het Sportpaleis in Antwerpen. Zeg, vind je het niet gek dat ik niet luidkeels heb meegezongen? Ik heb me voor 1 keer ingehouden. Ik dacht, de manager zit erbij, de vrouw zit erbij voor Rob de Nijs. Ja, ik dacht normaal gezien brul ik echt Sven. En compleet gek als we liedjes draaien voor Rob de Nijs. Ik dacht al, ze gaat solliciteren voor achtergrondzangeres, maar gelukkig heb je dat niet gedaan. Ik denk dat ik gauw een deksel op de neus zou krijgen. Onze reputatie een beetje hoog houden. Zeg, voor zondag hebben we elk uur een VIP-duo-ticket weg te geven. Ja, inderdaad. En je moet daar niet heel veel voor doen. Je moet eigenlijk gewoon een goed verhaal doorsturen naar ons. Een mooie herinnering, want Rob heeft heel veel fans en we willen ook echte fans laten gaan zondag. Dus... ja, wat wil jij ons laten weten? Wat heb je met Rob de Nijs? Ja. Enfin, ik bedoel, hè, wat platonisch. rustig. Nee, maar echt waar. En het mag van alles zijn. Je hoeft hem niet eens ontmoet te hebben. Hè. Als het liedje ergens in je leven, een of ander liedje, heel erg belangrijk is geweest. Allemaal welkom jullie verhalen via de gratis app van Joe. En straks geven we zo'n duo-ticket weg op deze woensdagochtend live vanuit ergens redelijk in het noorden van Nederland. Of Mansen zijn mijn little talks. En de vrouw van Rob zegt, maar doe je zomaar niet in het noorden van Nederland. Als je van België komt, is het zeker het noorden van Nederland. Sven en Anke. Live aan de ontbijttafel bij Rob de Nijs. Live aan de ontbijttafel bij Rob de Nijs. We hebben ondertussen al door dat we de allereerste en ook laatste radioshow zijn die dit ooit mag doen hier uitzenden van bij Rob thuis. Ik denk niet dat we het zo verkeerd aan het doen zijn. Maar ja, het heeft ook te maken met het feit dat zondag het moment is dat Rob voor het laatst gaat optreden voor heel veel enthousiaste Vlaamse en ook Nederlandse fans, denk ik, in het Sportpaleis in Antwerpen. Het gaat een heel speciaal moment zijn, ook voor de manager van Rob de Nijs. Jazeker. Goedemorgen, Frank Jansen. Goedemorgen. Hoe lang ben je al de manager? Een jaar of 20. 20? Ja. Maar ik ben daarnaast ook muzikant, bandleider bij Rob. Dus zo ben je begonnen dan? Hebben jullie elkaar zo leren kennen? Ja, begin jaren 80, 82 denk ik. Ja. En we speelden toen in een andere band. Begeleiden we allerlei artiesten, Nederlandse artiesten. Van Litouwers tot Benny Nijman, nou noem ze allemaal maar op. Ja. En daar was dus ook Rob bij. En die dacht van, hey, dit is wel een lekker bandje eigenlijk. Dus, ja. En van lieverlee is dat zo gegroeid dat die hele band dus... heeft Rob echt naar zich toe getrokken. En ja, dat was natuurlijk top. In de beginjaren 80, Rob op zijn top. Ja. Helemaal goed. Ja. Het is wel een hele andere job om muzikant en manager te zijn. Want veel muzikanten zouden er nooit willen aan beginnen aan die hele administratieve rotzooi die er ook bij komt. Als ik nou terugkijk, had ik ook niet moeten doen. Nee hoor, het is echt fantastisch. Het is eigenlijk een hele leuke combi. Omdat je op het moment dat het niet echt leuk meer is met het bellen en gedoe en met jullie,
regelen dat jullie hier moeten komen of willen komen. En dat je dan even af kunt blazen en kunt spelen en met muziek bezig kunt zijn. Ja, dat is wel waar. Dus, ja. Dat is voor jou de ideale ventilatie geweest. Ja. Want als manager, dat is toch wel een harde job. En je moet ook altijd streng zijn. Ja. En wat is het, het raarste dat ze je ooit gevraagd hebben om het op te doen? Of wil je het niet meer oprakelen? Dat kan ook, hè? Het raarste? Nou ja, ik las net voor mensen die tijdens de voorstelling willen trouwen. Of, nou ja, allerlei wilde verzoeken van met name vrouwen, maar soms ook mannen die ja, het is toch te vroeg om dit gezellig te gooien. Maar. We kunnen het hebben hoor, we kunnen het tegen. No problem. Nee, maar ik vertel net ook, juist nu zijn er zoveel mensen die reageren en hun verhaal kwijt willen van dat ze toen ooit in de lift hebben gestaan, wat je net vertelde, met Rob. En dan komt er een heel verhaal en dan denk je, oh jee, hoe gaat dat aflopen? En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want liedjes zingen, wat Rob dus doet, is ook verhalen vertellen en proberen het mooie van het leven te vertellen of het verdrietige van het leven. Het gaat altijd over de liefde en die verhalen die sluiten daar perfect bij aan. Dus, managers, bandleider, vriend ook? Jazeker. Ik denk dat ik erop wel tot de vrienden mag rekenen. Maar het is wel heel veel werk natuurlijk altijd. Ja. Het is soms moeilijk te scheiden. We gaan niet met elkaar op vakantie. We gaan... Jet steekt de duim omhoog. Ja. Zijn vrouw is blij daarmee. Dat hoeft u net niet. Ja. Maar dat is... Een vertrouwensband is er sowieso al die jaren. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Zeg, ik ben aan het kijken. Is er een liedje wat voor jou het belangrijkste is? Wat jij heel graag zou willen horen nu? Van Rob. Ja? Ja, te zijn van een andere artiest. Ja, ik wil eigenlijk liever iets van Marco van Sato. Ja, doe maar André Hazes voor mij. Ja. En dan ga je ook draaien ook dan. Ja, ik probeer. Ik kijk of ik meteen aan kan, anders zoek ik het in. Als het in onze computer zit. Ja. En het moet het tempo goed zijn? Of, ik heb zelf ook geschreven. Je hebt zelf ook geschreven. Wat heb jij geschreven voorop? Wacht. Ja, havenrestaurant. Havenrestaurant. Dat heb ik niet meteen zitten, denk ik. Nee. Maar is er zo'n nummer of voor jou heel belangrijk is? Dat je denkt, mooi, waarop? Speel ik graag. Alles hier. Ik heb een beetje meer. Alles wat adem. Dat is toch een vervelende vraag. Als iemand zoveel goede nummers heeft. Denk er even over na. Even eerst niet zo smakelijk. Zeg Frank, de manager van Rob de Nijs zit nog altijd bij ons aan de ontbijttafel. En moeilijk, het is moeilijk hè, om een liedje te kiezen. Ongelooflijk moeilijk. Rob heeft meer dan 600-700 liedjes opgenomen. Oh, 600-700 liedjes, joh. Dat is niet normaal. We hadden het drie weken geleden moeten vragen. Maar ik kan het bal graag terug. Wij er eentje kiezen. Jullie mogen erin. Mag ik? Want ik heb eigenlijk gisteren onderweg naar hier belde ik nog met mijn mama. En mama zei, ik weet dat mama ook altijd grote fan van Wiltura is geweest, maar dit wist ik eigenlijk niet. Ze zei, eigenlijk was mijn allereerste idool Rob de Nijs, zei ze. En ze zei, ik weet nog goed, in 62, ik hoop dat het klopt, maar zegt in 1962, zegt mama, had hij het liedje uit, het liedje Ritme van de Regen was toen uit. En hij was zo groot en zo populair. En mijn mama was toen bij een nichtje van haar geweest en die hadden een magazine waarin een foto van Rob de Nijs stond. Mama heeft die uitgeknipt en die heeft blijkbaar haar hele schooltijd tussen haar schriften gezeten, de foto van Rob de Nijs. Ja, zoveel jaar later, 72, 82, 92. Dat is meer dan 50 jaar geleden. Ah, niet zo. Ja, fantastisch. Fantastisch, hè? Dus als jullie het goed vinden, ga ik die draaien. Ja, dat is goed. Mama. Zeg, en mama Rina, ik weet dat je ook al wakker bent. Als je ook een Rob de Nijs verhaal hebt, dan laat het mij maar weten via WhatsApp. Hè? Moeten onze mama's een beetje soigneren deze ochtend. Lopen, hè. Lopen. Heb je het berichtje van Katrien gezien? Nee, ik heb niet gezien. Zeg, ik moet lopen naar mijn trein. Echt waar, bijna gemist, omdat ik al heel een uur naar het luisteren ben naar jullie uitzending met Rob de Nijs thuis aan de ontbijttafel. Maar ik ga nu heel de wagon laten meeluisteren. Doen. Het nieuws van 7. Kijk. Je nu nog goed te slapen, Jet? Dat denk ik wel, ja. Ja, inderdaad. Zeg, maar ik heb ze nog niet gehoord. We zitten zo hard te lachen. Die zitten hier vlak. Goed geïsoleerd. Oké, prima geïsoleerd. Prima geïsoleerd. Want heb je al een berichtje van Rob gekregen? Nee. Dus heeft hij eigenlijk een wekker staan op een bepaald uur? Nee. Dus hij komt om 11 uur. Ideaal. We blijven hier tot 6 vanavond. Oh. Nee. Heeft hij normaal uur om zijn bed uit te komen? Of is dat doordat hij nu toch met de ziekte een beetje kant anders geworden? Jazeker. Hij is veel vroeger. Staat hij op? Vroeger? Ja, vroeger. Hoe komt dat? Omdat hij natuurlijk ook niet meer optreedt nu. Ja. En dat ritme lag natuurlijk allemaal anders. Ja, ja. Dus hij ging laat naar bed.
laat opstaan. Ja. En nu is het op tijd naar bed, op tijd opstaan. Op tijd opstaan, ja, inderdaad. Hebben jullie geluk. Ja, ja, en dan zorgen voor de zoon ook, die naar school gaat. Op? Ja, nee, nee, nooit. Nee, dat nee, doet hij niet. Nee. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft nee. Doe jij. En die is ook nog niet wakker, maar die moet naar school vandaag. Hè, nou, COVID. Vandaag even niet. Nee, nee. Oké, okay, perfect. En vindt hij dat leuk, dat wij hier zitten, de zoon? Is ik een denk beetje dat hij zo meteen echt, hij weet het, maar ik denk dat hij toch een beetje verbaasd is. Ja. Zeg, en komt hij daar naar beneden en is dan ook zijn pyjamaatje? Zijn allereerste vraag, mag ik op de tablet? Oh, altijd. Okay, ja, niet eens mag ik op de tablet. Ja, dat is gewoon hier. Is mijn of gewoon, laat mijn tablet op. Hij weet het te vinden, hoor. Oké. Okay. 9, hè. Maar het is Vlaamse en Nederlandse gezin. Het is... Nou, gaan we vertellen, meneer Frank. Weet jij wat het is? Ik weet wat het is, ja. Ja. Daar speelde Rob een glansrol voor heel veel mensen in Nederland. En België niet, denk ik, hè? Ja, blijkbaar wel, hè. Want sommige van onze luisteraars kennen het nogmaals. Maar misschien was het dan zo op Nederland 1, 2 of 3. Of... Dat zou goed zoiets, kunnen, ja. Zoiets, ja. Heeft Rob eigenlijk veel geacteerd? Nou, wel een aantal dingen. Deze dus, Oebelen, dat zat daar voor of na, dat weet ik niet meer. Dat is de weg naar Oebelen ook. De weg naar Oebelen. Ja, ja, ja. En nog in een musical gespeeld. Oké. Salvation. In de experimentele jaren 70. Ja, is het waar. Ja, ja. En als ik op mag geloven, en dat doe ik altijd, werd daar naakt gerepeteerd. Werd daar naakt gerepeteerd? En er zijn foto's van. Oh, wauw. Method acting, hè, heet dat. Stel voor. Ja. Dat is te hopen dat hij straks als hij naar beneden komt, die naakt gaat acteren deze ochtend. Zeg, als je VIP-tickets wil hebben voor nu zondagavond, voor het hopelijk doorgaande concert. Maar ja, we gaan ervan uit. Ja, daar gaan we dus uiteraard vanuit. Van Rob de Nijs in het Sportpaleis in Antwerpen. Dan kan je nu even laten weten waarom je er zo graag zou bij zijn. Laat het maar even weten via de gratis app van Joe. Een verhaal wat je met erop hebt. Iets wat je meegemaakt hebt. Een liedje dat voor jou belangrijk is geweest. Kleine noot, zijn vrouw Jet is hier ook aanwezig. Dus denk even over na wat dat je exact typt naar ons. Zij keurt... Goedemorgen, ik ben mijn Anke. En goedemorgen. Ja, Rob is er voorlopig nog niet. Zijn vrouw zit wel bij ons en zijn manager. Doreen, jij hebt ook een speciaal verhaal eigenlijk dat je even met ons wilt delen. Waarom je ook heel graag naar het Sportpaleis zou gaan naar het laatste concert van Rob nu zondag. Vertel eens. Wel, ik heb een zus die 45 jaar is en die ook Parkinson heeft. En zij was grote fan van Rob de Nijs. En heeft kunnen kaarten bemachtigen om te gaan naar het concert. En nu met jullie wedstrijd dacht ik zoiets... Dat zou eens een zusmomentje kunnen zijn. Dat we samen zouden kunnen gaan naar dat optreden van Rob de Nijs. Want je zus, wat is de... Ja, je zus, die, wat is de naam van je zus, Doreen? Evelien. Evelien. Is 45 Evelien, ja. en heeft Parkinson. Dat is jong eigenlijk, hè? Ja, heel jong. En heel jong. De diagnose is dan ook heel hard aangekomen eigenlijk. En hoe stelt ze het op dit moment? Hoe gaat het met haar? Oh, dat is eigenlijk in ups en downs eigenlijk. Zij moet heel veel medicatie nemen ook. Heel veel opschrijven. Heeft moeilijke momenten. Die heeft voornamelijk heel veel spierpijn. Dus blijft in beweging door kini, door yoga. Allee, kan zeker niet meer gaan werken. Maar op die leeftijd is dat heel moeilijk. En is dat heel moeilijk. Ja, dat zal wel, ja. Dat is ook moeilijk. Is dat helemaal voor jou, Jet? Ja, mentaal, de jonge leeftijd natuurlijk ook. Niet. Ja, en mentaal ook moeilijk, ja. Ja. Tuurlijk is het mentaal ook moeilijk. Nee, maar de jonge leeftijd, want daar schrik ik wel een beetje van. Ja, want wanneer was de diagnose bij Rob gesteld? Nou, dat is pas nu. Is het nu net 2 jaar? Oké. Okay. Ja, zoiets. Maar als we terugkijken, dan kunnen we ook al wel... Ja, ik denk al 20 jaar geleden dat de eerste symptomen er waren. Terwijl dat we dat merkte niet... Merkte je dat toen dan, nou, dat je achteraf terugkijkt van... Rob heeft al... Nou ja, Frank, dat weet jij ook. En dat weet eigenlijk iedere echte fan. Die hebben Rob altijd wel een beetje zien trillen. Hè, met een microfoon in de hand. Ja. En vaak werd dat geassocieerd met zenuwachtig zijn. Denk ik dat wij dat ook allemaal wel hebben gedacht, een periode. En toen dachten we van dat heet dan essentiële tremor. Dat is dan staat los van per se Parkinson. Maar gaandeweg, ja, toen de diagnose kwam, was dat voor ons dan geen shock. Ja, schrok je niet omdat je dacht, we voelden het al aankomen op een manier. Ja. Ja. Maar je vertelde net dat er in Nederland zelfs een jongetje van 13 is bij wie de diagnose is vastgesteld. Ja. Dat is waanzin. Het is echt geen oude mannen, vooral mannenziekte. Mm-hmm. Het is gewoon, onder iedere leeftijdscategorie kan het al voorkomen. Mm-hmm.
Ja. Oh jongens, toch. Ja, ik zou zeggen, geniet ervan samen met je zus. Hè, zo hard als je kan nu zondagavond daar in het Sportpaleis. Want de tickets zijn uiteraard voor jullie. Jullie mogen daar ook eerst gaan veel dineren. Veel plezier, Doreen. Ja. Ik denk dat heel veel fans nu denken van amai, het is de zussen Doreen en Evelien enorm hard gegund. Dat denk ik ook wel. Zeker. Dank Maak u wel. Een mooie avond van nu zondag. Dank u wel. Merci, dank u wel. Tada, dag Doreen, het nieuws krijg je. Aan dit dilemma. Ja. Dus we zijn heel benieuwd wat het dilemma van deze week is. Okay, wel, hier gaan we dan. Een uiterst succesvolle, iets oudere artiest wordt door een bedrijf gevraagd om reclame te maken door zelf een hip-hop versie te brengen van een van zijn allergrootste hits. Maar de artiest heeft het niet zo vreselijk met hip-hop. Hij vindt dat niet het beste genre. De tekst is aangepast op een iets minder leuke manier. Bovendien vindt hij het bedrijf dat ecologische boormachines vervaardigt nogal opdringerig. En eigenlijk ook niet zo ecologisch. Ja? En ja, er is maar één pluspunt. Het heel mooie, spectaculair hoge bedrag dat er tegenover staat, dat is echt niet niks. En de artiest zou zelfs zijn kinderen een mooi cadeau kunnen doen, bijna een echte start in het leven kunnen meegeven. En wat doet hij nu? Doet hij het toch? Zet hij even al zijn hoge artistieke standaarden opzij? Of zegt hij gewoon nee? Dat is het kortste antwoord. Het is echt heel veel geld dat op het spel staat. Dus het is eigenlijk, allez, long story short. Yo, yo, er is geen banger hart dan dat van mij. Yo, yo. Hey, ballen. Ja, bijvoorbeeld zoiets, hè. Het is zomer. Ja, het is elke week zo'n dilemma. Wat denk je? Principes of geld op dat moment? Nou, Julius is binnen voor de rest van zijn leven. Ik vind dit echt heel erg lastig. Rob zou... Ik denk dat hij het niet zou doen. Nee? Toch niet zou doen? Voor heel veel geld. Ja, maar hoeveel? Ja, ja maar ja, dus Julius moet nooit medewerken. Oh. Die toekomst, de schaapjes, heeft hij op het droge. Ja, kijk, Rob is, wordt 79. Hè? Hij hoeft niet zo heel lang dan meer met dat ellendige... gebeuren in zijn hoofd te leven. Ecologische drillboor. Dus misschien is het dan toch dat hij dan maar denkt. Dus ja, alle mensen die het een interessante deal vinden, hè, dan zou ik maar zeggen, kom maar bij ons. Ja, gaat het wel doen. Maar komen er soms zo'n voorstellen dat je denkt, oh, dit is toch nu iets waar je dan denkt, oh, dat vind je zo leuk, of valt er nog wel mee? Dat valt eigenlijk wel tegen. Oh, tegen? Ja. Denk je zoveel goede nummers en er worden helemaal geen hip-hop of house mixen van gemaakt? Nou, dat wordt nog wel eens gedaan, maar dat wij daar dan gewoon een enorm bedrag voor krijgen, valt er niet tegen. Dus kom maar op, jongens. Beter onderhandelen. Dus, Frank. Beter onderhandelen, hoor. De manager moet dat doen. Want daar tegenover staat dat mensen dan wel, grote fans van Rob, op het einde van zijn carrière zouden kunnen zeggen, wat doet hij nu? Dat denk ik wel. Maar misschien zouden ze dan ook wel weer kunnen begrijpen dat veel geld wel weer heel fijn is voor zo'n jongetje. Ik zou ook overstag gaan, Jet. Dank je. Tuurlijk, geld. Hallo. Meneer Torfs, we gaan het, weet je, we gaan wel afscheid van u nemen, want ik denk dat Rob gaat wakker worden zo meteen. Maar we gaan het vlug nog wel even voorleggen aan onze luisteraars. Stel dat jij zo'n grote artiest bent en je moet iets doen wat eigenlijk een beetje tegen je goesting en je principes is. Zou je het voor geld wel doen of niet? Laat ons even weten. Meneer Torfs, dank u wel. Dank u. En tot volgende week, hè. Tot volgende week. Wakker is, malle babte, maar is goed tegen nieuwe gilet. Ik heb een kleedje aan, Liesbeth, maar het komt helemaal goed. Het nieuws van 8 van Rob de Nijs. Wij mogen zeggen, goedemorgen Rob. Goedemorgen, ik ben blij dat jullie er zijn. Heb je een beetje geslapen, Rob? Hebben jullie wakker gemaakt te vroeg in de ochtend? Nee, er was niets te horen. Ah, mooi. Oh, maar het is echt supergoed geïsoleerd. Af en toe een lachje. Een lachje, dat was je vrouw, Rob. Dat was jij. Dat was je vrouw. Oh, maar wat een lieve vrouw heb jij, Rob. Jet, we hebben haar leren kennen, al 2 uur vanochtend. Echt een schat, goed gekozen. We snappen het Dankjewel. Helemaal. Dankjewel. Dat vind ik zelf ook nog steeds. Rob, hoe gaat het met jou eigenlijk? Heel veel van onze luisteraars vragen het zich af. Hoe gaat het met Rob de Nijs op dit moment? Langzaam aan het wakker worden. Ja. En voor de rest, ja, volgens Bartjes gaat het redelijk goed. Ja, is het waar, ja. En... Ja, ik heb nog plezier in het leven, dus waarom niet? Dat is mooi. Het is een zondag een hele, hele belangrijke dag voor jou, Rob. En niet alleen voor jou, maar voor zoveel duizenden fans in Vlaanderen. Want ze zijn allemaal aan het luisteren nu. Ze kijken zo uit naar het concert.
Heerlijk, ik ook. Ja. Is daar, ja. Ja, want het is de eerste keer ook dat jij in het Sportpaleis staat. Dat klopt, hè? Je hebt al zoveel opgetreden in België. Nou, we hebben wel eens opgetreden in het Sportpaleis, maar niet als... Als solo act. Solo act, ja, zo moet ik maar eens te zeggen. Ja. Nu gaat het Sportpaleis helemaal van jou zijn. Ja, nou, ik ben heel benieuwd of ik wisselgeld bij me heb. Hey Rob, we hebben koffietjes erbij gezet. Het is heel fijn dat we hier mogen zitten, want het is wel speciaal dat we hier bij je thuis mogen zijn deze ochtend. Dank je wel daarvoor. En we hebben de ene verrassing na de andere voor jou. Nog voor 2 uur. Aha, inderdaad. Zet je los grappen daarvoor. Sven en Anke live aan de ontbijttafel bij Rob de Nijs. Dag Gunther. Goedemorgen. Gunther. Goedemorgen Sven. Hey ja. Rob. Alles goed? dat is een tijdje prima, terug, prima. Hè? Ja, ja zeg, absoluut. We hebben goede herinneringen aan dat optreden. Dat zal wel zijn. En jouw papa Gunther? Ja, heb je de papa van Gunther eigenlijk ook destijds goed gekend? Jazeker. Ja. Long time ago, maar ook zo'n lieve man. Ja, absoluut. Ja. Gunther, jij als kind, ken jij Rob de Nijs al sinds de jaren... Hoe lang eigenlijk? Oh, de weg van Hamelen uiteraard. Hè. Kan je me de weg van Hamelen vertellen, meneer? Dat was de jaren 70, was ik ongelooflijk fan van. En toen zong je al, volgens mij. Welk? Toen zong je al, volgens mij. Ja, nee. Jij zong je hele leven. Ja. En zo hoort dat ook. Ja, dat is waar. Maar vandaar heb ik hem gevolgd. Maar het is natuurlijk zo, ik denk dat er veel van onze generatie... Ja, enorm fan zijn van Rob de Nijs. En opgegroeid zijn met de muziek van Rob. Want het was eigenlijk zo dat, ja... Rob deed... Niet echt de kleinkunst, maar kon op een stoere manier zijn verhalen vertellen en muziek maken. Ja, op een hele andere manier, met een prachtige stem. Ja, dat is gewoon geweldig. Het is uniek. Rob de Nijs is een monument. Hij zegt gewoon een complimentje, Rob, al zo vroeg. Ja, nou, dat is goed wakker worden. Ja. Ja. Zeg, Rob, je hebt trouwens ook een nummer van Louis Neefs gecoverd, hè? Annelies uit Sas van Gent. Ja, prachtig liedje. Magnifiek mooi liedje, hè? Ja. Sterk verhaal ook, hè? Heel sterk. Maar zingen is verhalen vertellen. Ja, inderdaad. Je hebt best wel wat gecoverd ook in je carrière. Ja, als er iets mooi was, dan wil ik hetzelfde ook gaan zeggen. Ja, dan terecht. Het moet ook van mij zijn. Ja. Gunther, wat ga jij doen in het Sportpaleis? Of mag je dat nog niet vertellen? Is dat nog een beetje een geheim? Nee, je mag, als mensen het niet willen horen, doen ze nu maar even la 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 la. Wat zie jij het als verrassing houden, of wat, Gunther? Ja, ik hou van verrassingen, als ze mooi zijn. Ik denk dat heel het feest van Rob... een beetje een verrassing zal zijn. En wij hebben een aantal vrienden ook van de skigroepen en zo... die allemaal naar daar komen. En ze kijken er echt naar uit. Het is gewoon, mensen hebben echt zin om Rob te zien. En dat hoort ook zo. Dat is, zoals ik het al zei, het is een monument. En we gaan dat eigenlijk nooit meer meemaken... dat iemand zo'n lange carrière heeft. Nu is het allemaal wegwerpmaatschappij, maar die... Dat is een man die eigenlijk altijd... Ja, stop, Gunther. En kan het niet meer aan. Ik heb een onder de tafel. Ik wil nog één ding vragen. Welk liedje van Rob de Nijs mogen we draaien voor jou? Ja, kies maar één. Ja, één is moeilijk. Nee. hou me vast, vind ik wel leuk... Dus een optimistisch liedje. Ja, perfect. Ja, kunnen we gebruiken in deze tijden. We gaan straks trouwens eens horen bij een journalist van VTM Nieuws... die al een beetje op de hoogte misschien is van de maatregelen... of er geen bedreiging is voor het concert. Laat en ook daar, als je dat niet wil horen, gewoon vingers in de oren steken. La 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 la. Gunther, dankjewel voor het telefoontje. En doe dat goed daar in het Sportpaleis nu zondag... want we gaan er nog altijd vanuit dat dat zonder problemen gaat kunnen doorgaan. Dag Gunther Nieuws. Tot zondag. Dankjewel. Bye. Dag. Daarnet ook Rob uitgelegd.
wat dat Like Me is. Want dat hebben ze gecoverd in Like Me. Ja, ja. En je had er nog nooit van gehoord, hè, Rob, van die jeugdreeks in Vlaanderen. Like nee, Me. Helaas niet. Maar ik ga jou straks de videoclip laten zien van dit nummer. Ze hebben het heel goed gedaan. Ja, ja, ja. Intussen weet al iedereen in Vlaanderen wat dat is. Dat is eigenlijk, ja, in elk half uurtje is een soort van reeks opgenomen in de middelbare school. En in elk half uurtje zitten ze dan twee klassiekers die zo jongeren eigenlijk in een nieuw jasje hebben gestoken. Ja, ja, ja. Maar heel tof. Dus kinderen van 6... kunnen dit liedje nu ook meezingen, hè, van jou? Cool, hè? Ja, tof. Hey Rob, we hebben niet alleen, we hadden net al Gunter Neefs aan de lijn, maar er zijn ook heel veel luisteraars, we kunnen ze niet allemaal laten horen, van ons die prachtige verhalen hebben en die je iets willen vertellen. Dit is een boodschap van onze luisteraar Chrisje Reinders. Dag Rob, ik ben Chris Reinders uit de Senderlo. Fan van het eerste uur, al 40 jaar lang, met het liedje Het werd zomer. Jouw liedjes blijven in mijn geheugen gegrift, stuk voor stuk. Allemaal prachtnummers. En de laatste cd, wat een parel. Jouw songs zijn mijn momenten in mijn cocoon, weg van de wereld. Ik wens je veel succes zondag. You can do this. Geniet nog van de tijd met vrouw en zoontje. En vooral veel knuffelen. Het gaat je goed, Rob. Lief Chrisje. Dankjewel, Chrisje. Ja, mooi, hè? Mooie verhalen. Zo komen er nog wel. Want onze luisteraars hebben je heel veel nog te vertellen voor die Dan is het een hele goede zender. Absoluut. Ik ben gek op onder andere meneer... hoe heet hij? Freddie Mercury? Ja. Van Queen, dat heeft fantastisch. Geweldige zanger. Absoluut. Ja, kortere carrière als jij natuurlijk. Maar ja, dat gaat bijna voor elke maar artiest. Maar hij gaf ook heel veel in die korte tijd. Ja, ja, dat is fantastisch. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik las hier net nog eens een keer je biografie. Je bent op je 8e kreeg je je eerste accordeonles. Dat was het eerste muzikale wat je gedaan hebt. Klopt, hè? Dat zou best. Ja, jij weet het beter dan ik. Ja, en op je 17e in 1960 werd je lid van een bandje. 1960, dat is 61 jaar. Geleden. Dat is toch fantastisch hoe de tijd vliegt en wat je allemaal gedaan hebt. Niet normaal, hè, Rob? Ja, het is, dat terugdenken kan bijna niet, want het is zo volgestouwd met dingen die leuk waren en opvallend. Ja. Ja, ik heb gewoon enorm genoten ook, moet ik je zeggen, in mijn leven, hoor. Het is mooi geweest, hè? Dat is ook de naam van het grote concert wat nu zondag gaat plaatsvinden in het Sportpaleis. Ja, Rob, we kunnen er niet omheen. We hebben vandaag in België ook overlegcomité. Dat is dat de regeringen komen samen met de experts en zo. En die gaan even bekijken welke maatregelen nodig zijn tegen corona. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ben ik om in Nederland? Ik zei een paar keer in het noorden van Nederland, maar dat klopt niet. Het is in het midden van Nederland. Ja, hier hangt zo klein als Nederland, maar ook niet. Nee, maar, nee, klopt. Ja. Heel tof, hier hangt ook een poster op, een landkaart eigenlijk van Nederland. In de keuken, dat voor jullie zoon? Of heeft hij hier altijd al gehangen, zomaar voor jullie? Of voor mensen die onwetend zijn, onwetende Vlamingen, die dan... hier ligt Bennekom, ergens in het midden gewoon. Ja, wel leuk, kijken. Hoor. Ja. Ja. Waar we wonen. Toch af en toe. Af en toe checken of we nog op de juiste plek wonen. Ja. Het is prachtig, de gordijnen zijn opengegaan. De herfstbladeren liggen in de tuin. Prachtige sfeer. En luisteraar Karen Pieters, die heeft ook een boodschap voor jou, Rob. Karen Pieters hier uit Aarschot. Ik wil je even laten weten dat ik altijd heel veel genoten heb van je concerten. Het is voor mij altijd een plezier geweest, omdat ik er altijd samen met mijn mama naartoe ben geweest. Ik heb jouw muziek ook leren kennen dankzij haar. En het was voor ons altijd een leuk moeder-dochter momentje om samen naar je concerten te gaan. Dus die gaan we zeker missen. Maar je muziek, die gaan we blijven draaien. En ook mijn kinderen zullen met jouw muziek mee opgroeien. Dus we gaan de mooie herinneringen die je ons gegeven hebt zeker altijd blijven koesteren. Fantastisch. Dat is een goed gevoel. Ja, kan ik me zo voorstellen. Zolang ze de muziek draaien, leef ik. Ja, maar je merkt dat heel veel moeders het hebben doorgegeven aan hun dochters. En die geven het weer door aan hun dochters. Wauw. Tof, hè? Ja. Het is nog goed dat je van sommige dingen die gebeuren zonder dat je het weet. En het is elke keer weer verrassend, vind ik. En ik vind het ook uiteraard ontzettend leuk om te horen dat het mooie herinneringen zijn. Want dat zijn het namelijk voor mij ook. Ja, mooi. We gaan hem allemaal bedraaien voor heel veel van onze luisteraars. Ook een van hun favoriete liedjes van jou. Dus daar gaan we met z'n allen van genieten. Daar in de file, ver weg van hier in Vlaanderen. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft wat overdag niet kan.
En bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl. En bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malababbe, kom hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier. Malababbe is rond, malababbe is blond. Zoen op je mond, malababbe, je lekkere kont. In de kerk, dan zit daar zo'n meneer, stijf als een houten plank, met spijkers in zijn kop, te kijken in zijn bank. De zwartlakers pak op zijn zondige lijf, bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinige cent in het zakje doen, zo komt hij zijn ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan in het donker ergens staan, zoals het hoort. Dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. Maar echt, dat gaat niet anders, hè? Nee, gaat niet anders. Je moet je armen in de lucht gooien en van links naar rechts zwieren op dit nummer, op Malababbe. Van rechts naar links mag ook. Voilà. Wat ben je tolerant, Rob. Heel fijn is dat. Eén van de, want we hadden vanochtend met Frank al een gesprek. En die wist het ook niet exact, hoor. Die zei, ja, 600-700 liedjes heeft Rob gemaakt. Ja. 600-700, Rob. Niet normaal, hè. Dat is niet normaal. Maar ik ben niet normaal. Nee. Buiten gewoon, dat ben je zonder meer. Ik heb thuis, het is een paarse box. Ja. De 100 beste van Rob de Nijs. En die zijn allemaal fantastisch. Allemaal toffe liedjes. Ongelooflijk. Toch eens opzetten die plaat dan. Ja. Heb je die niet? Ook hier eens proberen. Weten? Ja, je hebt hem wel. Hebben wij die? Ik hoop dat je die hebt, ja. Zeg, heb je ergens zo een museumpje in je huis? Heb je zo een kamer, echt zo de Rob de Nijs kamer met zo... De zolder. Ja, is dat helemaal... Nee? Je zegt nee, joh. Het is dicht. Ja. Het is een luik en het is dicht, dus ik kan niet op de zolder eigenlijk. Want ik ben dan naar jullie toilet geweest vanochtend. Voilà. En hangen daar en, gouden... Want meestal bij zo'n topartiest, dan hangt er wel iets. Niks. Nee. Hangt gewoon zo één plaatje van wat jij hebt gekregen met je 50ste verjaardag, denk ik, Jet. Zo van, wat staat er? Er staat er een slogan op, hè. Wat staat er op zo'n... Lieve Jet.
Lieve Jet, de volgende 50 jaar vliegen ook weer zo voorbij of zoiets. Ja. Wees niet bang, het komt allemaal wel goed. Maar voor de rest geen spoor van zo'n Rob de Nijs museum in jouw huis. Dat heb je niet, hè? Nee, ik wil wat dat betreft niet geconfronteerd worden met mijn verleden. Niet dus, in een museum leven eigenlijk, dat is niet nodig. Nee, maar ja, het is wat het is en ik beleef wat ik beleef. Met de gouden platen en dergelijke. Die zijn er wel, maar die gouden platen, maar die stoppen was. Die staan allemaal bij de manager thuis waarschijnlijk. Ja. Hey Rob, we hebben zometeen iemand aan de telefoon die met name in het begin van je carrière superbelangrijk is geweest, maar die al tot op vandaag is. Die gaan we zometeen even bellen. Het is voor ons ook echt een fantastische show om te mogen maken. Met een van onze grote muzikale idolen aan de tafel zitten. Zoveel uren lang bij hem thuis nog wel. En het houdt niet op, want een van de andere grote artiesten uit onze jeugd hangt nu ook aan de telefoon. Goedemorgen, Willeke Alberti. Goedemorgen, wat leuk dat lied om te zien. Ik bel je alleen maar om te zeggen dat ik van je hou. Nou ja. Is dat voor onze Rob en Jet en de hele familie natuurlijk. Oh, wat vind ik dit ontzettend leuk om te doen. Dankjewel. Willeke, jij en Rob, jullie gaan echt al heel lang terug in de tijd, hè? Dat is allemaal begonnen met een talentenjacht, hebben we ons laten vertellen. Klopt dat? Ja, dat was een talentenjacht en ik was daar, zat in de jury. En toen ik Rob en zijn band op zag treden, dacht ik, nou, dit heb ik lang niet meer gezien. Wat een talent. En dat vind ik nog steeds. Ik vind nog steeds, als ik ook naar zijn laatste boek, als ik het lees en wat hij allemaal gedaan heeft. En wat een ongelooflijk prettig mens het is. Dat kan je niet van alle mensen zeggen. Maar dit is zo'n mooi mens. En ik hoor dat hij ongelooflijk goed bezig is. En Rob, je luistert nu. Ik sta morgen in Carré, in een uitverkocht Carré. Wow. En ik kan je alleen maar vertellen, liefst, het is het allermooiste wat er bestaat. Dat je samen kan zijn, samen kan zingen weer met jouw publiek. En weet je, alleen als je er al bent, dat vindt al iedereen lekker om je weer te zien, schat. En ik wens je natuurlijk uiteraard heel veel. Ja, je succes. Ach man, wat is succes. Maar de liefde die wij voor jou hebben, hè, en natuurlijk voor jouw familie en nou ja, goed, ik ben aan het ratelen. Het is mooi. Beter iets geven dan over jou te praten. En nou ja, helaas kan jij morgen niet bij mij zijn. En ik kan ook niet zondag bij jou zijn. Ja, ja. Want ik zit middenin in een tour. En dat, ja, je weet het, bang om verkouden te worden. Elke morgen opstaan van... Ja. Maar doet het weer. En hoe is het met jou? Hoe is het met jou, Rob, vraagt Willeke. Ja. Met mij is het, de ontroering slaat mij op de stem. Ja, dat ken ik, ja. Dat ken je, dat gevoel. Ja, schat, ja. En je weet het zo mooi te vertellen, dat ik ook als ik geen zanger was, dat ik zou zeggen, ik ga zanger worden, want dan wil ik Alberti af en toe mooie dingen over me zeggen. Zeg maar, wat ik echt nog wil laten horen hier, hè, voor we naar het nieuws van 9 uur gaan. Willeke, in maart dit jaar bracht je in de laatste aflevering van De Wereld Draait Door op de Nederlandse televisie een zeer mooi eerbetoon aan Rob. Je zong toen Eeuwig Jong. En dat was een vertaling van het ook al prachtige Hier Encore van de grote Charles Aznavour. En dat gaan we toch allemaal naar luisteren. Want dat hebben we in Vlaanderen natuurlijk niet allemaal gezien of gehoord. En ik denk dat zoveel mensen heerlijk, dat nu... Wat heerlijk. Mag ik dan blijven hangen? Want dan kan ik hier even naar luisteren. Ja, blijf hangen. Ik ga jullie bellen, want dat heb ik ook even nodig voor morgen. Denk aan je. Komt goed, Wil. Goed, schat. Dag Willeke, dankjewel. Naast Rob de Nijs zijn we nu ook allemaal verliefd op Willeke Alberti. Jongen. Nou, dat is... Ah.
Vandaag was ik nog jong. Het leven smaakte zoet als regen op de tong. De wereld als een taart te groot voor mij. Dus had ik altijd massa's mensen om me heen. Een druppeltje ambitie in een zee van tijd. Die zet de waterval zolang het bootje glijdt. Ik leefde voor de nacht en brak ze met geweld. En zag niet hoe mijn dagen toen al zijn geteld. Tot vandaag was ik nog jong, stond permanent in bloei. Ik sprak niet, maar ik zong. Ik voerde mijn gevoel. De slagroom van de taart, de bodem en de korst. Leven voor mij bewaard. Ik liep mezelf voorbij. Nu haalt mezelf weer in. Een hoop gebakken lucht. Veel woorden zonder zin. Ieder heeft een plek in onze maatschappij. Maar alles wat ik heb zijn ik, mezelf. Sinds vandaag voel ik me oud. Mijn vrienden zijn gescheiden en opnieuw getrouwd. De liefdes voor het leven nooit meer teruggezien. De krekel en de mier, dus een kans van 1 op 10. Het ergste moet nog komen. Het leukste al geweest. Ik blijf als laatste achter op mijn eigen feest. De slingers zijn verdwenen en het dansorkestje zweeg. Ja, jeugd is een ballon. Laat los en hij loopt leeg. Ik nam niet eens een aanloop voor de laatste sprong. En donder in het gat, ver weg voor de laatste gong. De koning van het bal, hij valt steeds in de val. Voor eeuwig jong. Ja, Rob. Voor eeuwig. Voor eeuwig. Blijf jij lang jong. Voor is Willeke nu echt blijven hangen, vraag ik me af. Willeke? Prachtig gezongen. Ja, jeetje. Ja, Willeke is er ook. Oh, wat mooi, Willeke. Ja. De dag begint met heel veel emoties. En, jeetje, dat ik dat heb mogen doen voor jou, Rob. Lief wat ik hou van je. Ik heb het net gezegd. En ik ben geen concurrentie voor Jet. Nee, nooit. Ik hou net zoveel van Jet. En ik ben ontzettend blij hoe goed jullie het samen doen. En daar kunnen jullie heel, heel trots op zijn. En we staan met heel, ja, ik denk met heel Nederland, staan we achter je. En heel veel. Duimen voor je. En het lukt. Ik weet het zeker, ik weet het zeker. Zeg, ik zie hier al een beetje traantjes bij Jet. Ja. En bij mij ook, maar ik vind het ook mooi. Ik denk ook bij luisteraars. Ja. Dank je wel, Willeke, voor alles wat je voor ons allemaal hebt gedaan. En zeker voor Rob. En ook deze ochtend. Dank je. Oké. Fijne dag verder nog. Sommige mensen nu zondag. Hey Rob, Jean Thomas hier. Ik kijk ongelooflijk uit naar het concert nu zondag 21 november in het Sportpaleis. Ik ben toch ook stiekem een heel klein beetje nerveus zo. Want ja, we moeten daar allemaal uw liedjes dan staan zingen. Zo. Soms die al jaren en zo.
aan het zingen bent. Dus ik vind het toch heel spannend, maar een zeer grote eer dat ik er mag bij zijn. Tot dan, hè. Je bent welkom, Jean. Gaat fantastisch zijn, Jean. En niet alleen, nog een paar andere artiesten die erbij zijn. Heb je nog iets te vertellen deze ochtend? Leren jassen gehad in de voorbije decennia. Ja, is dat zo? Leren jassen. Ja? Oh ja, wat heet. Breek me de bek niet open. Breek me de bek niet open, de kast ligt nog vol. Live aan de ontbijttafel bij Rob de Nijs. Ja, we hebben het natuurlijk over je carrière deze ochtend. Heel veel bevriende artiesten en luisteraars van ons willen van alles tegen je zeggen, Rob. Maar wat ik me afvraag, heb jij eigenlijk van de 600-700 liedjes die je gebracht hebt op je diverse albums, veel zelf geschreven in de loop der tijden? Ik heb niet veel zelf geschreven, omdat ik vind dat anderen dat beter doen dan ik. Ja. Ik heb, er is een periode dat ik ineens ging schrijven. En er staan een aantal stukken op die ik nog steeds leuk vind. Maar zolang ik vind dat andere mensen het beter doen, blijf ik het gewoon. Heeft iedereen zijn vak eigenlijk? Ieder zijn vak, ja. Ja. Maar ik liet me wel vertellen, Frank en je vrouw zeiden ook dat bijvoorbeeld, en dat is een van mijn lievelingsliedjes van jou, De Pieper, dat heb je wel zelf geschreven. Ja, dat wil zeggen de muziek, hè? De muziek, ja. Ja, ja. Oh, ja. Het stoute verhaaltje komt van elders dan. Dat is niet, het is niet jouw verhaaltje. Het is. Nee. Nou, het drinken klopt wel. Het drinken klopt wel. Oké, perfect. Dan gaan we nog eens naar een liedje luisteren hier. Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat. Leg du temps achter de oren, als ze naar de afspraak gaat. Rosalie met slanke heupen, preuts verpakt in Schotse ruit. Gaat vanavond voor het eerst, met een man van inkoop uit. Eerst een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Eerst een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Samen eerst een hapje eten. Wil je nog een glaasje wijn? Rosalie, de ogen stralen. Rosalie vindt uitgaan fijn. En de man van inkoop glimlacht, knipt zijn vingers in de lucht. Tweemaal van hetzelfde ober. Terwijl Rosalie blij zucht. Straks een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Straks een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Amsterdam een paar uur later. Leven lijkt een roze roes. En de man van inkoop fluistert met zijn handen in haar blouse. Op Rosalie der zolderkamer staat haar bed onschuldig klaar. Terwijl de man van inkoop mompelt met zijn lippen in haar haar. Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein.
Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen maag meer zijn. Nou. Hola. Ja, ho, ho. Wat een ambities. Hey, we zitten in de herfst, de blaadjes vallen van de bomen. En ja, jong zijn we niet echt meer misschien. Maar wel nog altijd gelukkig erop en dat is het belangrijkste. Zo is het. Zo is het. Ik ken dat eigenlijk niet, de pieper. Ja, ik heb geleerd, niet? Maar de pieper is naam van een café eigenlijk. Ja. Heel beroemd Amsterdams café. Oké. Okay. Ja. Hey, ik vind het zelf een heel mooi liedje. Ja, ik zong het direct mee. Ja, dat dus, ben ik dan. Bij de tweede refrein pik je het meteen mee. En mensen zeggen, het werd zomer, moet je nog draaien deze ochtend. Hey, dat gaan we nog doen. Hey. Het werd zomer nog draaien natuurlijk. Hè. Ja. Ook een heel belangrijk nummer voor jou geweest, hè, Rob? Zeer belangrijk, ja. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Er is nog een artiest die een boodschap voor jou heeft. Even luisteren. En ja, je gaat zijn stem meteen herkennen. Dag Rob, Jan Smit hier. Ik ben zo ongelooflijk trots en blij dat ik te gast mag zijn bij jouw concert. En ja, je weet dat ik een groot fan ben van je. Ik ben bewonderaar, niet alleen van je muziek, maar ook vooral van jou als mens. Wat jij voor Nederland en Vlaanderen betekent, dat is van onschatbare waarde. En ik hoop dat we nog heel lang van je mogen genieten. Dankjewel. Dat is lief, hè? Jan Smit, hè? Ja. Lieve jongen, hè? Lief. Ja, zeker. Maar we gaan zelfs ook wel eens iets negatiefs laten horen. Het begint een beetje gênant te worden anders. Nee, en ik weet wat we straks ook nog gaan doen, Anke. We gaan op een of andere manier alle berichtjes die binnenkomen, hier geschreven berichten aan jou, Rob, die gaan we ook proberen, weet je, uit de print of digitaal door te sturen. Want ik denk dat het 16 bossen kost als we het allemaal moeten uitprinten. Dus dat gaan we niet doen. Maar het is ongelooflijk. Dus ook nog even een opdracht aan al onze luisteraars. Als je iets te vertellen hebt tegen Rob, dit is het moment. Je mag het doorsturen via de app van Joe. Hij gaat er zijn muren mee behangen. Ja. Met al die berichten. Dus laat maar even komen via de app van Joe. En dit Stop Loving You is Toto op Joe. Goedemorgen allemaal. Ja, onze luisteraars krijgen ook geen genoeg van Rob de Nijs. Ik denk, ja, het Sportpaleis is te klein nu zondag. Zeg, ze gaan aan de deur staan aanschuiven. Guy Ongena heeft ook een boodschap. Is een luisteraar van ons. Rob. Beste Rob, eind de jaren 80 hadden mezelf, Guy Ongena uit Belzele, mijn broers en een vriend een soundmixnummer uitgewerkt waarbij we jou en de Puursangband vertolkten. We waren ook lid van de Belgische Rob de Nijs fanclub. Door deze organisatie kregen wij de kans om op een fandag in Nederland op te treden. Ik, achter mijn drum. Jij en je gezin zaten op de eerste rij. Na ons optreden sprong je op het podium om ons persoonlijk te feliciteren. Tot op vandaag is het eergevoel van dat moment nog nooit overtroffen. Dankjewel voor de vele jaren waarin we mochten genieten van jouw werk. Beste Rob, het gaat je goed. Wauw. Jongen. Herinner jij dat ook nog, Rob? Ik ga zo in de bed, hoor. Zeg, en we hebben ook nog een duo-ticket dat we mogen weggeven. Met goede plaatsen, met lekker eten. Nu zondag voor het afscheidsconcert van Rob de Nijs in het Sportpaleis. Goedemorgen, dag Ria Broeks. Goedemorgen. Jij hebt een hele mooie herinnering aan Rob. Midden jaren 80, hè? Vertel. Oh, ik heb meerdere mooie herinneringen aan Rob. Destijds, mijn vriendje, die speelde op de Vrije Radio. En af en toe deden we een interview met Rob. Ik herinner mij nog heel goed een interview in de Salvador Dali-suite, in het Suitel in Antwerpen. Toen toonde Rob mij heel fier heel die suite. Hij zei er nog bij van, ja, die kost 18.000 frank, maar gelukkig moet ik die zelf niet betalen. Dat is niet zelf. Blijft een Hollander. Hij heeft me zelfs het ronde pad laten zien met de goudkleurige kranen en zo. Helaas was mijn vriend erbij, jammer. Ja, helaas is zijn vrouw er nu ook bij, dus je moet het niet voor eerlijk laten stellen. Ja, maar je moet geen schrik van mij hebben, want ik ben zelf getrouwd ondertussen, dus geen probleem. Nadien hebben we Rob nog een lift gegeven met ons afstandsvorstje naar de Fouquet in Antwerpen, waar hij terug een afspraak had. En ik zei toen in de auto van een van mijn lievelingsliedjes, ik wil je. En Rob zei, nou, in Nederland hebben we die op maxi-signal. Ik zeg, wauw, tof, maar in België niet te verkrijgen. Geen probleem, zei Rob, geef me je adres en ik stuur het je op. En inderdaad, een paar dagen later, wat zat er in mijn bus? Wauw, mazzel tov.
Oh, schitterend. Ja. Ja. En we hebben voor jou, we sturen ze op, geen paniek. Binnenkort in je bus de tickets. Twee krijg je er. VIP-tickets voor zondag voor het laatste concert. Het is mooi geweest van Rob de Nijs in het Sportpaleis in Antwerpen. Geniet ervan. In de bus. In de bus zeg je, maar ik woon wel in Wallonië en alles gaat hier wat trager. Ik hoor je al paniek, Sven. Het was bij wijze van spreken. Het is digitaal. Het komt allemaal in orde. Het klonk zo mooi, mijn verhaal. We zitten Rob de Nijs en Jet. Wij draaien ook hippe muziek op Joe. Hè? Bad Habits van Ed Sheeran. Ja, er was grote opluchting hier rond de tafel, Rob, toen vanochtend het nieuws kwam. Dat vermoedelijk, dat zei onze journalist van VTM Nieuws, vermoedelijk je concert zondag gewoon kan doorgaan. Alleen, mensen gaan mondkapje op moeten hebben, want dat is helemaal niet erg. Hè. Dat lukt. Jij hoeft het niet op, gelukkig. Nee, begrijp ik. Nou, het zou prachtig zijn natuurlijk, hè. Ja, want jullie zijn zo naartoe aan het leven. Gaat heel veel volgen. Ja, we hebben zo lang gewacht, hè. Ja, want het is wel dubbel moeilijk, hè. Als je hebt toch wel je ziekte ook. Je hebt een beetje je leeftijd. Dan ben je nog wel jong, maar goed. Is het er kei goed uit, Rob? Ja, sowieso. Ja. En dan COVID er nog eens bij. Dat is dan toch wel een vervelende tijd geweest. Het is heel wat. Ja, maar hoera, beleven nog. Ja, dat is het belangrijkste. Gaat er ook bij zijn op het podium. Ook zonder mondkapje, deze mevrouw. Wel op rest hier. Op 21 november ben ik erbij in het Sportpaleis van Antwerpen. Ja, ik mag daar een aantal van jouw songs zingen. En in die zoektocht heb ik nog maar eens ontdekt wat een klassebak jij bent. En wat een immens mooi repertoire jij hebt opgebouwd. Dus we zien elkaar op 21 november in het Sportpaleis. Ik kijk er enorm naar uit. Tot dan. Ja, tot dan. Dat kunnen ze ook niet meer afpakken. Dat is ook echt een schatje, hoor, Bella Perez. En iemand die er zondag ook zal zijn. En iemand die er 8 jaar geleden ook al bij was in een bomvolle Lotto Arena, is Paul Michiels. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen allemaal daar. Dag Rob. Hoi, Paul. Hey, hoe lang kennen jullie elkaar al, zeg? Wel, ik heb de eer gehad om Rob zijn 70ste verjaardag mee te maken, denk ik, in de Lotto Arena. Klopt dat? Ja. 10 jaar geleden, inderdaad. Ja, en ik vond het zo grappig als hij mij aankondigde. Dan zei hij, dames en heren, hij is 65, maar nog sexy. Ik spreek alleen de waarheid. Zeg, Paul, kennen jullie elkaar daarvoor al? Want je spreekt inderdaad over dat concert. Maar jullie gaan toch wel allebei even mee? Niet zozeer. Ik ben van helemaal fan van in 1963. Mijn oudere zussen die hadden zijn plaatjes. En ik was toen 15 jaar. Dus vanaf toen ben ik al fan van hem. En ik vind hem echt een uitzonderlijke man met een geweldige stem. Ja, want wat bijzonder is, en dat lezen we ook heel veel in de berichten die binnenkomen, maar dat hoor je ook altijd van artiesten. Weet je, je bent wel een beetje, Rob, anders dan vele andere Nederlandstalige artiesten. Gelukkig wel. Nee, maar er zit ook een heel stuk rocker en popartiest en zo. Dat zit allemaal ook in jou, hè? Ik hou van muziek heel breed. Ja? En ik zing dus ook heel breed. Ja. Maar dat in de Nederlandse taal altijd, hè? Ja, dat is, daar ben ik mee begonnen. Ik kom er niet meer vanaf. Ja. Maar hij heeft nog wel wat uitstapjes gedaan. Ja, ik heb wel uitstapjes gedaan, ja. Dat weet ik. Maar Pols, zelf... Russisch. Nee, Paul, want dat is... Ja, Nederlands zingen, jij doet het ook wel af en toe eens. Maar het is toch meteen, dan moet je... Het is weer iets anders, hè, Paul? Ja, dat is opletten, hè, dat je de tekst goed kent, dat je de tekst helemaal in je hebt. En dan de vertolking telkens, ja. Het is een... Ja. En je publiek spreekt het ook, hè. Dat is het grote verschil. In het Engels kan je daar wel eens een keer half iets anders van maken. En daardoor nemen mensen soms openingsdansen bij een huwelijk in het Engels. Waarvan ze denken, oh ja, dat is een mooi refrein. En dan die strofes, dat slaat helemaal nergens op. Of het Frans, in het Nederlands bestaat de kans minder eigenlijk. Het bestaat nog, maar minder. Paul, wat ga je doen? Wat ga je doen nu? Of kan je nog niet verklappen? Wel, ik kan het verklappen. Manager heeft al gezegd dat je alles mag verklappen. Voilà. Wat ga je doen in het Sportpaleis? Wel, ik ga... het liedje Ontmoeting zingen. Dat ik met Rob in duet heb gezongen 8 jaar geleden. Ja. Dat mooi. En dan Zet een kaars voor je raam, ga ik ook zingen. Oh, wauw. Nog zo'n klassieker. Nog zo'n prachtige grote hit. Ja. Het gaat fantastisch worden in het Sportpaleis. Heren, amuseer je daar maar goed. Ja, amai, geniet ervan. Ja. Wat een unicum gaat dat zijn. Zo tof. Dankjewel, Paul.
Hoi, tot zondag. Fijne ochtend nog. Bye. Live aan de ontbijttafel bij Rob de Nijs. Zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou. Je riep me met je ogen, ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel, want ik begreep wat jij me wilde vragen, kom dichter bij me. Ik was 16 en jij was 18. En van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. Het werd zo. Ik was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik hoorde ik je zeggen, je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand. En als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd zomer. Het werd zomer. Voor het eerst in heel mijn leven. Het werd zomer, de allereerste keer. En ik was een man toen de zon weer opkwam. En het werd zomer. En het werd zomer. Zoveel hartjes die nu binnenstromen. Ja, niet normaal. In de Joe-app, niet normaal. En Mario stuurt, ah wel, daar is het nummer eindelijk. Bedankt Rob. Dat was de eerste dans van mij en mijn vrouw. Op een vijf gedanst. En daarna werd het ook onze openingsdans. De openingsdans van Mario en Vanessa. Maar dat is een van de zoveel sms'jes. Zo vaak gekozen als openingsdans. Ja, zeg. Ja. Maar, apart, hè? Ja. Ja? Apart, maar de liefde, hè? Want Jet en Rob, jullie zitten samen bij ons. Ik heb eens gelezen, klopt dat? Dat jij Rob Jet in het publiek zag staan. En dacht, wat een mooie vrouw. Dat nummer moet ik hebben. Ik weet nog waar ook. Het was gewoon, ja, eigenlijk een
solo optreden. En ik had andere stukken gezongen, andere liedjes. En ineens zie ik daar een prachtige vrouw. Nou, meisje. Hoe oud was jij toen, 24. Ja. Ja. En jij, Rob, was iets ouder toen, hè? Ik was iets ouder, ja. Ik was een dirty old man. en hoe ging het dan? Heb je echt het nummer gevraagd van haar? Of hoe? Via een medewerker. Ik heb gevraagd aan de man die ons geluid doet, zeg maar, op de avond. Het is altijd dezelfde. En zou jij dat eventjes aan die dame die daar zit, ja, die willen geven en... Vragen. Ja. Je hebt het nummer toen van mij gevraagd. Ja, ik vroeg het nummer. Ja. Dat is ontzettend brutaal natuurlijk, maar ik kon het niet laten. Ik denk, die moet ik leren kennen, die dame. Heb jij je nummer gegeven? Ja, dat was ook heel gek. Want ik deed dat dus gewoon, schijnbaar. Maar ik had geen idee dat het voor Rob was. Waarom moest je dan je nummer geven? Mag ik uw nummer? Het was een Belgische trouwens. Ja, het was in België. Nee, maar het was een Rodi. In die tijd waren dat uit het team van Martin Rody. Music. Ja, Martin's Music. Ja. Okay. Zeg, maar en wat vond jij ervan? Want had je meteen zoiets van... Die zie ik wel zitten? Nou, die jongen, die heb ik... Dat weet ik eigenlijk niet meer waarom dat ik het nummer dus gaf. Maar achteraf was het wel toen Rob mij belde... Ja, toen viel het kwartje natuurlijk wel. Maar ja, toen ik hem voor het eerst bij een concert... Ik ben naar een concert gegaan. Ik denk dat net een jaar... Waar was dat nou ook weer? Tiel, ja. En weet je, dat gevoel dat ik toen ik hem op dat podium zag staan... En toen heb ik echt gedacht... Ja, jullie zullen me allemaal wel voor gek verklaren. Maar met die man ga ik trouwen. Echt? Ja, dat is niet helemaal... Ja, dat is een beetje... Maar dat is helemaal niet gek. Maar ik dacht dat ook met Helmut Lotte. Ja, we zijn nooit getrouwd, dus dat is toch wel een beetje gek. Ja, dat bedoel ik dus. Ja. En dan zoveel jaar... Ja, hoeveel jaar later is het dan ook echt gebeurd? Nou, dat was heel rap daarna. Daar heeft u geen gras over groeien. Nee. Oh, mooi. Ja, en ik heb ook gelezen dat jullie je eerste kus in België hebben gegeven. Ja, dat klopt. Is waar? Dat zo? Waar was dat? Dat weet ik niet, ergens. Dat ben ik vergeten, maar ja, die kus niet vergeten. De kus niet, hè? Nee. Oh, heel mooi. Och, jeetje, we hebben nog 20 minuutjes meer hier. Oké, we gaan het nog even hebben over de toekomst, hè? De nabije toekomst. En spreek over zondag. En daarna, dat gaan we zo meteen nog doen. En je moet ook nog even goed nadenken. Ik wil afsluiten met een liedje dat ergens nog speciaal voor jullie is. Hè? Want we hebben, denk ik... dat kan niet. Als we de allergrootste hit zouden draaien, dan zaten we hier 46 dagen na elkaar. Maar we gaan... Ja, denk nou even na. Wat ik je nog graag wil horen als afsluiter. Stel voor Jet en Rob. Dat allemaal zo snel gaat in het leven. Hè? Ongelooflijk. De tijd vliegt, hè, Rob. Ja. Maar Jet zei net... als je kinderen hebt, dan... Oh, helemaal. Dan ga je helemaal... Dat is op de een of andere manier versneld dat alles... Je emotie en... Ja, het houden van dit leven. Ja, je hebt nog kinderen, zoveel. Rob. Je hebt nog kinderen, hè? Ik heb nog twee kinderen. Josje en Robert. Ja, daar kennen we de verhalen ook inderdaad van. Heb je nog goed contact met hen? Dan zie je ze heel vaak. Nou, ik zie ze niet veel, niet zo ontzettend vaak. En dat komt natuurlijk ook door dat heerlijke corona wat ons overviel. Ja. En dat is jammer, maar het is zo. En... Ik hou vreselijk veel van ze en dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat weten ze ook. En dat weten ze. Mm-hmm. Dus, het zijn rare, bizarre tijden zijn het. Ja, het is ondertussen een paar jaar dat je weet dat je Parkinson hebt. Is het iets waar je... Ja. Zit dat constant in je hoofd of is het gewoon een dingetje waar je mee gaat leven? Het heeft wel invloed op je lijf vooral. Ja. Dus ik moet 3 keer nakijken voordat ik iets zeg. Ja. En nadenken. En hoe zit het precies? Ik kom moeilijk uit mijn woorden soms. Ja, ik vind het heel goed meevallen, Rob. Echt waar, oprecht. Ja, ik meen dat het is echt een heel leuke gesprek. Nou, dat is dan fijn. Ja. Zeg, en naar optreden toe, is dat ook nog een punt? Want ja, het is mooi geweest, zondag. Wauw, het zal ook... Ja, ik word al emotioneel als ik eraan denk. En ik moet niet eens de liedjes waarop de Nijs daar zingen. Maar jij wel straks.
Dat is wel de bedoeling. Ik ken niemand anders waar ik graag de liedjes van zing. Ja. Maar dat wordt wel een bijzondere avond sowieso. Ja, dat denk ik wel, ja. Voor heel veel mensen. Rob, heb je eigenlijk geen dogsitter nodig voor zondag? Want ik ben helemaal verliefd op jouw labradoedelbeer. Neem maar mee, hoor. Gaat die soms mee? Gaat die soms... Oh, maar die is zo schattig. Nee, zeg. Hij gaat niet mee naar dingen, maar je mag hem wel even meenemen. Oh, maar graag. Breng je wel niet meer terug, hè? Oh, je past ook zo goed samen. Hetzelfde kapsel. Wat wij zouden hele mooie kindjes maken, wij twee. Heel. Hè, beer? Oké, goed. Hey, we moeten bijna afronden hier. Het is bijna al afgelopen. Nog één ander plaatje en dan denk ik dat jullie nog een nummer moeten kiezen. Waarmee we eruit gaan hier in Bennekom. Dat was later nu. Ja, die kunnen we doen. Dat kunnen we doen zo. Hoge, Winnie stuurt. Mijn eerste lief maakte het gedaan. En Bo kwam door de luidsprekers. Was zo mooi. Ik was instant fan van Rob. Ik ben hem blijven volgen. Jaren later was ik ook helemaal gek van Banger Hart. Een liedje dat ik altijd draaide met mijn beste vriendin. Ik heb nu ook de diagnose van Parkinson gekregen. Oh, op jonge leeftijd. Dus ik voel het ook een beetje aan als lotgenote nu. Oké. Okay. Ja. Ze zal erbij zijn in elk geval nu. Mooi. Ja. Boodschap van luisteraar Nancy Garé voor jou. Ik ben Nancy Garé uit Zevenhem. Meer dan 40 jaar heb ik genoten van jouw muziek. Concerten gedaan vanaf mijn 16e. Zo'n mooie momenten gehad. Het is mooi geweest. Ja, bedankt Rob. Ik ga je missen. Oh, zoveel Vlamingen. Ook Ilse Smulders wil nog iets zeggen. Mijn naam is Ilse Smulders en ik woon in Rumst, provincie Antwerpen. U zeker niet onbekend. Hartelijk dank voor zoveel mooie jaren, vol fijne momenten, zoveel fijne liedjes en concerten. En hoewel al heel lang geleden, maar zeker niet vergeten, dank u wel voor de spannende televisiemomenten die u mij heeft gegeven als rattenvanger van Hamelen. Dus Rob, een heel welgemeende merci voor al dat fijns gedurende al die jaren. Oh, zoveel dankjewelletjes van heel veel luisteraars, van heel veel fans. Ja, zondag is dat afscheidsconcert. Maar wat ben je van plan om daarna te doen eigenlijk, Rob? Oei, dat is een moeilijke vraag. Nou, in ieder geval nog één concert in het volgend jaar, hè? Hopelijk wel. In Nederland? Dan? In Nederland. Ja, het is wel afscheid van Vlaanderen. Amsterdam. Ja, het is echt van Vlaanderen. En ik wil dat het echt ook voor Vlaanderen doen, omdat het zeer belangrijk is geweest in mijn leven en in mijn carrière. En als er niet zoveel Vlamingen waren die het mooi vonden wat ik deed, dan had ik waarschijnlijk al lang geen carrière meer gehad. Ah. Het ontroert mij ook al, nu het hier zo vertelt. Ja, we vroegen nog één liedje om af te sluiten. En jij mag het eigenlijk kiezen, want dat is voor hem zo moeilijk. Het zijn allemaal zijn kindjes. Nee, maar Rob weet het zelf ook. Wat zullen we doen, Rob? Wat als later? Wat als later nu is? Laten we die doen. Dat lijkt me een heel, heel toepasselijk liedje. Dus de storm en niet de stilte, moet het zo of mag het anders? Andersom of toch ook niet, want vandaag kan ik niet rusten. In de stilte voor de storm, omdat het waaier is begonnen. Wat als later nu is? Dus de storm, niet de stilte, vanaf de andere kant bezien. Blijft water minder troebel, want je moet wat minder wroeten. In de schrik aan de rand, dan komt het water weer tot stilstand. Wat als later nu is. Maar op mijn plek, hier in de zon, waar alles anders is. En al de dingen die ik mis, niet meer belangrijk zijn. En de weemoed wegblijft. En wat als later nu is. Dus niet de stilte voor de storm, voor zo de mieter is begonnen. Ach, we konden niet voorzien, al dat water aan de lippen. Nee, we zullen niet verdrinken, maar we krijgen natte voeten. Wat als later nu is. Maar op mijn plek, hier in de zon, waar alles anders is.
en al de dingen die ik mis, niet meer belangrijk zijn en de weemoed wegblijft. Wat als later nu is? Dus de storm en niet de stilte, dagen moe en nachten wakker. Maar van moe zijn krijg je niets en het krijgt ons er niet onder. Nee, niet bitter of berooid, maar we worden langzaam wakker. Het lijkt het later nu is. Heb je in een radioprogramma kippenvel, maar dat is dan zo op je armen en nu heb ik het van kop tot teen. Echt waar, wat een prachtig liedje en hoe toepasselijk. Anke heeft nog iets mee voor jou. Ja, dankjewel allebei, Rob de Nijs en vrouw Jet de Nijs, voor jullie gastvrijheid. We hebben bloemetjes meegenomen. Oh. En we hebben ons laten vertellen, een luisteraar zei dat jij hield van de witte Manon. Pralines van Leonidas. Dus we hebben jou een heerlijke doos meegenomen met zowel die met noot als zonder noot. Ja. We hebben nog chocolade bij voor Julius. Oeh. Die mag dat toch eten, dat hè? Mag die zeker. Ja, een paar Sinterklaasjes. Oh. Ja. Dus, jongens toch, oeh. Alsjeblieft. Ja. Maar echt waar, het was zo gezellig hier vanochtend. Ook aan Frank trouwens, manager, om alles te regelen. Ja. Heel goed. Rob, ik heb nog één vraag voor jou. Er zijn nu zo veel fans van jou aan het luisteren, die hopelijk erbij zullen zijn zondag in het Sportpaleis, maar ze kunnen niet allemaal bij zijn. Is er nog iets wat je hier nu aan Vlaanderen zou willen zeggen aan al je trouwe fans? Ja, ik wil ze bedanken voor dat ze zo lief voor mij zijn geweest al die jaren dat ik ook door kon gaan. En dat geluid kwam vooral uit Vlaanderen en daar ben ik bijzonder dankbaar voor. Dankjewel Rob, dankjewel allemaal. Oh zeg, het gaat jullie goed. Geef er een goede lap op nu zondag in het Sportpaleis. Ik ga mijn best doen. En succes met de gezondheid. Dankjewel. Corona, eigenlijk moeten we een groepsknuffel doen. Maar we gaan het niet doen, hè. Maar oké, in gedachten gaan we een kleine groepsknuffel doen. Wat een toffe ochtend was het. Ja, kijk, dankjewel lieve schatten. Hey, dankjewel. Dikke.